Ik had gehoord dat ik enthousiaster moest zijn, zodat ik jullie aandacht kon trekken in het begin van de video. Dat was mijn enthousiasme. Oké, mensen, ik heb dus vandaag helemaal niks om open te doen. Ik heb eens goed mijn collectie gesorteerd. En er zijn nog heel veel kaarten die ik nog moet vinden. En ja, hier zijn alle special kaarten, maar ik heb ook liefst dat de duurste kaarten moeten wel even lekker in een sleeve zitten, want die kan ik misschien ook nog laten graden. Voor die extra protection en extra waarde. Ook heb ik mijn dubbels gesorteerd, dus dit zijn al mijn dubbele kaarten. Het zijn niet alleen scheidkaarten, want je hebt hier bijvoorbeeld ook een reverse holographic tussen zitten. Het zijn 219 kaarten in totaal. Als ik iemand van jullie daar een plezier mee kan doen, laat het dan even weten in de reacties of zo. En dan kunnen we misschien wel iets regelen. Misschien kunt je ze overkopen of we verzinnen wel iets. Maar in ieder geval, ik kan er niks mee doen. Als ik u ermee blij kan maken, laat me dat dan gewoon even weten in de reacties hier beneden. Ik heb vandaag eigenlijk niks gepland voor een video. Ik heb zitten nadenken voor wat ik kon doen, maar ik weet dus niet wat jullie graag zien. Kan ik andere dingen doen dan Pokémon of moet het allemaal alleen maar Pokémon zijn hier op deze channel? Zouden jullie het leuk vinden als ik andere video's maak over eender wat, over iets wat ik ook leuk vind? Ik weet het niet. Ik wil dat jullie mijn video's leuk vinden, dus laat me even weten wat jullie graag zien. Ik kan ook bijvoorbeeld gamen. Ik kan eender wat doen eigenlijk. Laat het gewoon weten. Ik ga alle comments lezen en dan heb ik een beetje een gedacht van wat jullie ook leuk vinden. Iemand had me gevraagd om mijn volledige set van Pokémon of eigenlijk mijn volledige verzameling van alles eens te laten zien. Dus dat ga ik vandaag ook even doen. Zodat jullie toch iets hebben om naar te kijken. We beginnen dus met mijn Vivid Voltage mapje. Die hebben jullie allemaal al gezien op video. Dus daar ga ik niet te lang over gaan. Dan heb je hier mijn zeldzame kaarten. Die heb ik ook al laten zien. Dit zijn de dubbels van Vivid Voltage. Hier zijn de... Dit is mijn hoopje energy kaarten. Dit is een hoopje willekeurige dooreengemengde sets. Maar allemaal moderne sets. Dit zijn de iets duurdere gesleefde kaarten, maar ook van allemaal verschillende sets. Dit is een Pidgey van 2004, een Familiar Bell van 2000, nou, dat is een nieuwe set. Dan heb je nog allemaal hedendaagse sets. Maar ik dacht, ik laat ze eens zien. Dan heb je toch een beetje een idee van mijn collectie. Dit zijn eigenlijk vooral hedendaagse sets van kaarten die ik heb geopend op mijn TikTok. Maar er zitten ook bijvoorbeeld... Wacht, hè. Ik heb ergens een Japanse kaart zitten. Oei, daar gingen er een paar te veel samen. Maakt niet zo heel veel uit. Het zijn niet echt super speciale kaarten. Maar die zijn eigenlijk op één hoopje. Ah, hier heb je bijvoorbeeld de Manectric van 2009. Executor van 2004. Dan heb ik nog een Octillery van 2010. Deze is van 2004, een Japanse kaart. Die hebben ook een andere achterkant. Dit is een promo kaart. Dit is de Poliwhirl uit de reprint van base set. Dit is allemaal reprint. Dit zijn nieuwe kaarten. Maar dan hebben jullie die ook gezien. Dit is ook nog een mooie Lugia. Die vond ik leuk om te krijgen. Deze code cards heb ik hier liggen. Die is nogal gebruikt. Dan heb ik hier de oude kaarten van mezelf, van vroeger. Dit is bijvoorbeeld de Ash Pikachu van de film in 2017. En dan hier nog allemaal oude kaarten, maar die zijn in minder goede staat. Dan heb je deze grote paarse map. Dit is de Oakenbinder, maar hier zit geen Pokémon in, maar Yu-Gi-Oh! Want ik was vroeger in plaats van een Pokémon-verzamelaar, eigenlijk een Yu-Gi-Oh!-verzamelaar. Hier heb je allemaal mijn leuke kaartjes in zitten van vroeger, zoals deze is wel bekend. Maar omdat ik een klein kindje was, was die dus natuurlijk wel in minder goede staat dan ik het liefst zou willen. Maar ik heb ze toch mooi in een mapje gestoken. Hier en daar heb je speciale kaarten, maar ik denk niet dat jullie zo fel geïnteresseerd zijn in Yu-Gi-Oh! Want als ik keek naar die vorige video, waar Yu-Gi-Oh! In voorkwam, die kreeg ook minder views. Dus hier zal ik niet te lang bij stilstaan. Ik heb hier ook ergens de Blue Eyes White Dragon in zitten. Ah ja, en ik had ook die... die Magic kaart heb ik hier ook pas in gestoken. En deze ga ik hier ook nog even rap insteken. Oké, dat waren dus mijn
Yu-Gi-Oh! Kaarten en mijn Pokémon kaarten, maar ik heb nog een kleine verzameling. Namelijk in deze schoendoos heb ik een verzameling van mijn Hot Wheel autootjes. Ik heb een periode gehad waar ik het wel leuk vond om Hot Wheel autootjes te verzamelen. Deze heb ik gekocht in Londen van de Beatles. Het zijn er eigenlijk best veel. Hier heb je het Minecraft karretje. Hier heb je de duikboot van de Beatles. Hier heb je, hoe noemen we deze weer? Dit is de auto van de Jetsons. Dan heb ik hier ook nog een paar autootjes staan. Hierboven ook. Dat is heel stoffig allemaal. Sorry daarvoor. Dit is de drumstick van Lil Kleine. Die heb ik ooit gevangen bij een concert. Dit is het plectrum van Liam Gallagher. Die twee anderen ben ik eigenlijk al vergeten van wie die waren. Dan heb je hier nog Bearbricks staan. Dat zijn van die kleine poppetjes wat je krijgt in blindboxes. En dan, daar kun je ook een heleboel van verzamelen. Dit zijn hele oude modelautootjes. En dan hierboven heb ik één Funko Pop. En dit vind ik ook heel vet. Dat is zo'n soort van beeldje van een kunstenaar van Bugs Bunny. Die dan in de helft wordt gesneden. Waar je dan al zijn organen kunt zien. Dat is mijn volledige verzameling van alles wat ik heb. Dus Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Hot Wheels, Funko Pops, Bearbricks. En dat is het ongeveer. En ik heb ook nog een verzameling stripverhalen, maar dat is maar saai om te laten zien. Ik wil jullie in ieder geval heel veel succes wensen met examens. Want de meeste van jullie hebben examens, heb ik gehoord. En dan hoop ik dat jullie mij bij de volgende video weer Pokémon pakjes zien open doen. Ah ja! En ik moet natuurlijk ook nog vragen om te liken en te subscriben. You.